Mijn oude Jupiteru, een MVT 9000, die staat op dit moment te ontvangen op 3,5 MHz, ofwel de 80 meter band. En daarbij maakt hij gebruik van de interne ferritstaafantenne die er in de ontvanger zit. Zoals je kunt zien linksboven in het display waar hij aangeeft antenne. En hij gebruikt de bovenste ingestelde frequentie van 3,5 MHz. Dus even kijken, ik heb een bekende stoorbron in de check. Die nemen we de ontvanger even mee naar de soldeerbout. En kijken of ik ze alle twee in beeld krijg. Zo. En als ik de soldeerbout nu aanzet, dan zul je zien dat er een vreselijke bakstoring op de ontvanger te horen is. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is een heel stuk storing wat daar binnenkomt. En als ik de soldeerbout weer uitzet, is de storing ook weg. Zo, hartstikke goed. Mooi, nemen we hem even mee naar de laptop. Die staat al te draaien. Een extern scherm eraan, op dit moment op de batterij. Want de voeding die er op aangesloten is, een standaard Dell voeding die erbij komt. Inzoomen. Zo. Details een beetje zichtbaar. Is aangesloten op de, wat is het, een Latitude 6400 als ik me niet vergis van Dell. En dan gaan we de stekker er eens even insteken om te kijken wat het stoorniveau is terwijl de ontvanger er netjes naast staat. Ja, dat is mijn hand die het effect heeft. Zo, dat is het normale storingsniveau. De snoer die zit al in het stopcontact en we gaan de voeding erbij aansluiten. Zo, dan heb ik even mijn andere hand bij nodig. En je ziet, het storingsniveau is, voor zover als ik heb waar kunnen nemen, niet toegenomen. En het lampje op de voeding geeft aan dat hij aangesloten staat. En ik zag het beeldscherm op de laptop ook iets feller worden, waardoor ik weet dat hij uit het lichtnet gevoed is. Ik zal de stekker er ook nog even een keer uit trekken. Volume ietsje harder zetten. Zodat je kunt zien wat het effect is van deze voeding. Ik kan het verschil niet horen hier in huis. Maar ja, het kan ook zijn dat ik hier natuurlijk veel storingsbronnen om me heen heb, waardoor het verschil maar moeizaam te horen is. Maar ik kan het hier in huis in ieder geval niet waarnemen. Ik hoop dat we er verder geen last van hebben van deze schakelende voeding. En ja, het blijft toch altijd een beetje afwachten hoe zich het in de praktijk gedraagt. Dat was het voor het moment. Papa Bravo 4, Papa Tango.